Erik, in dit verhaal zit natuurlijk ook, het ging over vluchtelingen die, hè, dat zat erin, angst. Maar angst zit ook in ons leven. Hè. We hebben een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die we met z'n allen volgen. Dat komt ook bij de kinderen. We zitten in een zaal met z'n allen. Ik bedoel, hoe lang is dit abnormaal geweest? Hè? Dit kan gewoon weer. COVID-19 heeft ook iets met ons gedaan. Hoe zit dat eigenlijk met angst? Waarom is muziek zo belangrijk in relatie tot angst? Wat gebeurt er dan? Ja, en ook zeker aansluitend om het indrukwekkend verhaal van Jean-Cu. Maar ook wat zich nu afspeelt inderdaad aan de grenzen van de Oekraïne. Als je er kijkt naar die moeders en die kinderen vooral. En je kijkt naar die kinderen. Die studies zijn ook wel beschreven over war children. En dat die kijken naar die moeder die super angstig is. En die gestrest is. En die kinderen nemen dat over. Hè. Op die leeftijd gebeurt dat. En ik heb hetzelfde plaatje nog weer een keer meegenomen. Zodat het toch consistent is. We hebben het alleen niet over dit baantje gehad. En deze baan die u hier ziet. Dit loopt van frontaal, voorkant, hier zit uw neus, dan loopt naar de binnenkant hier van uw slaapkap. En hier aan die binnenkant van die slaapkap liggen uiteraard heel veel kernen. Eén daarvan is de amandelkern, de amygdala. En die is zeer gevoelig, wereldberoemd ook eigenlijk, heel gevoelig voor angst, depressie, impulsiviteit, agitatie. En dat baantje zorgt ervoor, die witte stof, die myeline, zorgt ervoor vanuit frontaal, dat er een remming is, een controle is op die amandelkern. En dat is ook fijn, want je wil controle hebben over je angsten, je impulsiviteit, je agitatie. Je wilt ook onder controle hebben, en dat hebben we ook. Behalve, en dat blijkt dus uit die studies voor die kinderen, dit is dus nog volop in ontwikkeling, hè? Dus bij kinderen duurt het ongeveer nog tot jongvolwassenheid, tot 30 jaar. Dus bij kinderen van 4, 5 jaar moet je je voorstellen, dat is net aan de gang. En dan komt dat enorme trauma daar, die vluchten, andere landen, enorme onzekerheid, geen bonding, geen binding, enzovoort. En dat ziet u in deze studie terug. Dit is mijn laatste plaatje en dan weet u dat dit is het. En dan ziet u hier wat die kinderen doormaken. Die gaan dus inderdaad van instelling naar instelling, van land naar land, zonder binding. En dat kind hier bovenin, dat brein wat hier bovenin zit, is van een kind wat u bij mij opgroeit. Voor liefde, empathie, zorgen voor, ik hou van jou, ik ben trots op je en dergelijke. En dan ziet u dat dit is de rechter hersenhelft en dit is de linker. U ziet dat baantje wat u hier ziet. Ik hoop dat u dat zo erin kunt planten. Hè. Dus deze baan die u hier ziet lopen, die ziet u dus hier in het rood. Die ziet u hier prima ontwikkeld. Rechter hersenhelft, linker hersenhelft. En dit is dan dat kind wat dus nu, zeg maar, u zou het zo kunnen vertalen naar de kinderen die vanuit de Oekraïne komen. En dan ziet u hier in de rechter hersenhelft is de ontwikkeling oké gegaan. Maar links, moet u eens kijken, dit is gewoon rudimentair. Het is rudimentair aangelegd. Het is gewoon een schade. En die kinderen zijn dus at risk. Als u leest die studie, dan zijn die kinderen op een hoog risico voor straks bang voor alles, angst voor alles. En u kunt zich voorstellen, als ik kijk naar die plaatjes, en wij allemaal, maar ik ook nog eens denk bij mezelf, dit is een tragedie niet alleen voor nu, maar voor jaren. En dan komen de kinderen hierheen en wij ontvangen ze dus ook met warmte en met empathie. Dat moet ook. Als u naar de weinige studies kijkt, wat doe je er nou aan? Hè? Om te zorgen dat die baan nog een kans krijgt. En het mooie is nou, en dan sluit ik af, Cor, dat muziek, die baan is beschreven bij muziek. Die baan is beschreven omdat muziek is empathie, is sociale cohesie, is samen optrekken, is warmte. En dat is nou precies, het klinkt een beetje lichtjes, maar dat is wel precies wat die baan nodig heeft. Dat je zegt, je hoort bij ons, ik zorg voor je en muziek is daar ongelooflijk krachtig in. Maar krijg je het dan weer goed of is het permanent beschadigd? Hier ziet het er heel slecht uit. Ja. Maar als je dus kijkt wat die kinderen nu doormaken en wat daar nog gebeuren gaat, dan hou ik mijn hart vast. Dus het zal voor een langjarig traject moeten zijn. Maar als je aan mij zou vragen, moet daar muziek een onderdeel van zijn, is uiteraard het antwoord volmondig ja. Cor, dank je. Dank je wel. Applaus voor Erik.